broeders en zusters van ons eigen gilde Sint Antonius Abt, vertegenwoordigers van andere gilden uit de regio, verdere familie, bekenden, vrienden, van harte welkom in deze extra viering in dit voor u zo belangrijke jubileumjaar. Een viering waarin we eigenlijk een dag beginnen die al verder nog gekenmerkt wordt door de nodige feestvreugde, receptie en vanavond natuurlijk de teeravond. Mogen het een goede, gezellige en gezegende dag zijn. Het is goed om zo daarover Gods zegen te vragen in deze viering. Ik geef graag als opening het woord aan onze hoofdman, dokter Van Laren. Het Linkse Gilde bestaat 25 jaar. Dat is nauwelijks een stip op de kaart van het Brabantse gildewezen. Toch is het een uniek moment. We maken het slechts één keer mee. Een mogelijke reden om het stil te staan bij het ontstaan en de ontwikkeling van het gilde. Een gepast moment ook om eens te mijmeren over het broederschapsideaal, over de gilde-eigen gebruiken en gewoonten en de beleving van de religie binnen de gilde. Burgemeester, mevrouw Van Beers, gildeheer pastoor van de Sluis, beschermvrouwen, mevrouw Van Pelt van Boekel van Rump, afgevaardigden van het kwartier van Oorschot, gildebroeders, gildezusters, genodigden en u allen hier in deze kerk van Sint-Jans Onthoofding, thans bijeen bij gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van het gilde van Sint Antonius Abt, u allen hartelijk welkom. Weleer duidde het woord broederschap later gilde op een groep mensen die gezamenlijk maaltijd vierden, religieuze doelen nastreden en binding hadden met de kerk. Reeds eeuwen bestaat er in onze regio een door de tijdsgeest gekleurde relatie van de gilden met de kerk. De kerk als een christelijke voedingsbodem waarop de gedachten over de zingeving van het menselijk bestaan konden gedijen. Mogen ook nu deze plechtige eucharistieviering met gilde eer getuigen van genoemde binding en het begin zijn van een aangename jubileumdag. Vandaag het zilveren jubileum van ons gilde. Zo op het eerste gezicht heeft dat maar heel weinig te maken met het thema van de lezingen van vandaag. Amen.
Goede God, op deze dag met een zilveren randje staan wij hier bij de beeltenis van uw trouwe dienaar, de heilige Antoniusabt, de patroon van ons gilde, degene ook die in onze buurtschap Castren bijzondere vereering geniet. Wij vragen u, schenk ons altijd zijn voorspraak, opdat we ook zijn voorbeeld mogen navolgen, zijn toewijding, zijn groot geloof, maar bovenal zijn bereidheid om ook iets van zichzelf op te offeren. Wij weten hoe de heilige Antoniusabt tot zijn roeping gekomen is door dat verhaal van die rijke jongeling die alles moest verkopen en opgeven wat hij bezat. De heilige Antonius heeft daarnaar gehandeld. Van ons, Heer, wordt niet hetzelfde gevraagd, maar maak ons wel bereid te delen met anderen van de gaven die wij uit uw milde hand mogen ontvangen, dat wij zo tot bron van vreugde en troost en steun voor velen in onze omgeving mogen zijn, in het gilde, daarbuiten, in onze parochie, in Liempt. Maak dat de heilige Antonius ons zo helpt om u van nabij na te volgen, gehoorgevend aan de roepstem die gij tot ons richt. Kom maar bij me, want ik zal er zijn voor jou. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. Neemt en eet hiervan.
Zonder meer op na de maaltijd mee, sprak die gezegende de dank met de rechter en zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier vanuit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Thank you.
gemengd om wat extra kleur te geven aan dat 25-jarig jubileum door het schrijven van een boek. Ik heb dat hier bij me. Het is een product, zeg maar, wat geschreven is in Liende, vormgegeven door Tineke ook in Liende, en het is bedrukt in Liende. Het is dus een, ja, zeg maar, een echt een Liends product, en daar zijn wij toch wel bijzonder blij mee. Dat neemt niet weg dat Boksel in ons bestaan een hele belangrijke rol speelt en nog zal spelen. En ik zou dit boek, dat gaat een beetje over, niet alleen over de historie, hoor, van ons gilde, over het ontstaan. Ik zie dat allemaal nog precies voor me, hoe we dus begonnen zijn. Ik moet niet vergeten dat 25 jaar geleden, toen hadden we hier in Liende, en trouwens dat geldt ook voor Sint-Oederode, dat geldt op zekere zin, geldt dat ook voor Boksel, hadden we nauwelijks enige kennis van het gildewezen. Heel weinig mensen hier in Liende hadden, zeg maar, door het dorp een gilde zien trekken. Dat bestond niet. Dus we zijn helemaal begonnen met niks. Er was ook niks overgebleven van de vorige gilde. Dus we zijn begonnen met niks en geleidelijk aan hebben we dat kunnen opbouwen. Wel nu, om dat vast te leggen, dat is een, ja, zeg maar, ik denk dat dat een groot goed is om dat vast te leggen, want 25 jaar, je bent het zo vergeten. En als je nog kunt getuigen van het moment van oprichting, de ontwikkeling, de groei enzovoort, dan is dat alleen maar een goed teken. Ik wou het niet te lang maken, gezien de drukte, maar ik wou dit boek graag overhandigen aan de burgemeester Frank van Beers uit Boksel. Ja. Zo, kijk eens aan. Ja, dankjewel, Roger. Dames en heren, op de eerste plaats allemaal van harte gefeliciteerd. 25 jaar Sint-Antonius Abt hier in Liende. Geweldig. En alvorens ik iets over het boek ga vertellen, toch, maar iets meer over het gilde zelf. Het is fantastisch om te zien dat het gilde altijd aanwezig is bij belangrijke zaken. Belangrijke zaken die of de kerk, of zoals het heet, de staat betreffen. Ik kan ook altijd een beroep doen op het gilde. Op het ogenblik dat er iets officieels is, of wanneer we denken dat er meerwaarde in zit om het gilde te betrekken bij de activiteiten in Liende. Ik ben ook heel blij mee dat er een gilde is in Liende, niet alleen om die reden, maar omdat het ook een stukje cultuurhistorie weer doet herleven. Het is een hele oude traditie natuurlijk, het hebben van gildes. Alleen je zag op heel veel plekken ook dat die gilde op zeker ogenblik, ja, dat liep wat terug. En sommigen hielden er helemaal mee op, anderen gingen in een soort van slapende toestand. Sommigen moesten ermee stoppen omdat uiteindelijk al het zilver weggehaald was om iets aan te geven. En weer anderen die hadden niet voldoende aanwas. En wat al zo mooi is, is dat er dan 25 jaar geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van een andere vereniging, van de Harmonie geloof ik, of de Fanfare, dat op dat ogenblik het initiatief genomen is dat het gilde opnieuw tot leven zou komen. En volgens mij bloeit het gilde op het ogenblik. Als ik vanmiddag ook weer zie hoe fantastisch het is als jullie richting de kerk komen. Overigens moet ik zeggen, toen jullie van de kerk afliepen, toen was het ook mooi om te zien, maar om een andere reden. Maar één ding was wel heel duidelijk, dat als je dan dat gilde op ziet komen, dan zie je daar een groep van mannen en vrouwen, want ook dat vind ik goed, en zelfs kinderen erbij, die gezamenlijk een idee hebben en die proberen de gedachte en het gedachtegoed van gilde een stukje elke dag opnieuw tot leven te brengen. En dat is fantastisch. Ik wil jullie dus van harte feliciteren met die 25 jaar. En ik vind dat we de wens die, of de gedachte misschien die door pastoor van der Sluis in de kerk ook is uitgesproken van wie weet hoe dat we er over 25 jaar bij staan, laat ik daar maar gewoon bij aansluiten. Ik hoop dat iedereen in een hele goede gezondheid op weg gaat naar het gouden jubileum van ons Sint-Antonius Abt Gilde. Proficiat.
Maar tot slot, dames en heren, wil ik toch even iets zeggen over dit boek. Roger, heel erg bedankt. Ik heb het nog niet in kunnen zien, maar ik ken jouw werk en dan weet ik dat dat goed is. Dat het historisch verantwoord is en dat je ook wederom de moeite genomen hebt om toch in 150, 160 bladzijden, als ik het zo ongeveer bekijk, om toch een stukje historie en soms ook de jonge historie van dit gilde vast te leggen. En daar zijn we heel blij mee, want we merken dat er heel veel uit de historie verdwenen is, omdat mensen op een bepaald ogenblik dachten, ach, het is niet zo belangrijk en het werd niet opgeschreven en uiteindelijk bleef er heel weinig over. Dus wat dat betreft is dat alle reden waarom dat we denk ik blij moeten zijn. En het geeft ook weer een stukje kleur, zoals je zelf al aangaf, kleur aan die Liemse gemeenschap, die toch in staat is ook nu in een totaal streek-eigen product dit tot stand te brengen. En ik had ook niet anders verwacht, Roger. En dat moet Liem nog gewoon blijven doen. En als jullie ondersteuning nodig hebben, dan willen wij jullie ook nog ondersteuning erbij geven. En omgekeerd vinden wij het ook fijn als wij een keer iets nodig hebben, dat vanuit Liemde ook met Boksel samen gewerkt wordt om tot goede daden te komen. Goede daden die wij meer dan voldoende doen met z'n allen. Want jullie gilde is 25 jaar jong. Maar op het ogenblik vereist het toch een heel mooi nieuw gildeaccommodatie. En die is voor elkaar gekregen omdat we met elkaar nagedacht hebben, met elkaar de schouders eronder gezet hebben. En ik moet zeggen dat ik er erg naar uitzie wanneer dat die accommodatie klaar is. En dat we die dan niet alleen kunnen openen, maar dat dat ook weer het begin is van die nieuwe periode. Waarin er steeds opnieuw weer mensen toch in de verleiding worden gebracht om lid te worden van dit gilde. Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken en in jou ook iedereen, of het nou de graficus is of het is degene die het gedrukt heeft, voor het tot stand laten komen van dit boek. Ik begrijp dat er al behoorlijk bij voorinschrijving verkocht zijn en zo gaat dat en zo gaat het ook goed. Hartelijk bedankt ervoor en als ik jou dan nog een tip mee mag geven, zou ik zeggen Roger, vandaag begin jij met het schrijven van de volgende 25 jaar. Oh. En ik zal je helpen vooruit, hè, wat had ik net gezegd, we gaan ondersteunen waar het nodig is. Ik zal je helpen op die eerste bladzijde, komt natuurlijk te staan dat er een fantastisch goede mis was. Een hele mooie mis, een hele stemmige mis ook. Dat mag wel eens gezegd worden hier. En volgens mij heeft de pastoor ons allemaal redelijk gezegend in de kerk. Maar er zit er boven blijkbaar toch eentje die dacht van nou, als je het echt goed wil doen, dan moet je zorgen dat als ze uit de kerk komen, dat ze gezegend worden. En als je daarmee begint, dan weet ik zeker dat we allemaal weer voldoende animo hebben om de rest van dat volgende boek, namelijk het gouden jubileum van het gilde, samen te kunnen en te willen lezen. Dankjewel en jullie allemaal nog een hele fijne dag toegewenst. Ik wou hier nog even het volgende aan koppelen. Of ik zal overgaan tot de beschrijving van de volgende 25 jaar, dat durf ik niet te beloven. Wat ik wel zal onthouden, dat is de gemeentelijke ondersteuning. Oké, heel goed. Thank you.
En zoals je gemerkt hebt, hebben wij een hoger tempo als jullie. Ja. En dan komt het bij wij de bui voor willen zijn. Ja. En jullie staan vanmiddag dierlijk. Nee. Want het was beestenweer. Van harte gefeliciteerd. Tegen het uiteindelijk tegen het bestuur. Maar ik weet dat jullie geen bestuur zijn, want jullie zijn overheid. Ja. En dan dacht ik straks aan, denk ik, ja, als ze nou binnen de fanfare zeggen, overheid, los het maar op, dan denk ik dat er een andere beleving komt dan dat wij eigenlijk denken. Dus ik weet niet hoe jullie die communicatie intern doen, maar ik vond het wel een hele bijzondere gewaarwording. Uiteraard heel erg gefeliciteerd. En wij staan hier ook nog met een klein beetje schuldgevoel. Want 4 juni 2011 was er een koning en geen fanfare. Want wij hadden geen muzikanten. Veel te weinig muzikanten. En gelukkig hebben we er vandaag meer is genoeg. Ja, dus die eer hebben we, of die hopelijk hebben we die zaak weer rechtgezet. Want als je een goede buur krijgt, dan moet je daar goed voor zijn. Van beter een goede buur en zover een vriend. Dus dientengevolge vonden wij het gepast om vandaag hier een serenade aan te bieden bij jullie zilver jubileum. En in de gildenwereld, vandaag is het al een paar keer gezegd, is zilver maar heel klein. Onze fanfare bestaat dit jaar 138 jaar. En ik wil toch, ik weet niet of je nog hier is, maar de burgemeester daarop even corrigeren. Want hoe dat je die link gemaakt heeft aan het eeuwfeest van de fanfare, ja, daar kon ik vanmiddag niet helemaal pakken, want 138 min 25 is 113 en geen 100. Ja, maar het is gemeentewerk. Er zit wat tussen. De heer Van Laren zegt, het is gemeentewerk, vertel wel eens een keer een jaar te langs. Oké, okay. En dat er positief is in het financiële is het alleen maar gunstig. Dus dat kan er niet geweest zijn. Waar het wel geweest is, weet ik niet. Ik hoorde van een activiteit van Kijk Loes dat het geweest zou moeten zijn. Maar uiteraard weten we zelf beter als wat ik dat weet. Uiteraard ook heel hartelijk geluk mensen met het hele mooie boek. Want wij hebben wel meer leeftijd, maar wij hebben geen boek. Wij bestaan over 2 jaar 140 jaar. En wellicht is het een gedachte, meneer Van Laren, dat we daar toch nog eens een keer de kop voor bij elkaar steken. Om eens te kijken of daar op een of andere manier een oplossing voor te bedenken is. Want wij zouden ook heel graag wel een boek hebben. Ja. We weten dat er iemand mee bezig is, maar ik moet zeggen, de bladzijden schieten nog niet echt op. Nogmaals, vanuit onze club, heel hartelijk geluk met deze mijlpaal. En zoals vandaag al meer gezegd, op naar de 50. En zoals ik de vitaliteit van de club ken, en de jeugdige lang dat er weer inkomt met een heel klein tamboertje, dan moet dat ongetwijfeld gaan lukken. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Riep de bier! Riep de bier!